Deze samenvatting wordt u aangeboden door aannemersbedrijf G. de Bruin aan de Bredeweg 112 in Groesbeek. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.debruinbv.nl. Na 8 weken gedwongen rust kan er eindelijk weer om het echie afgetrapt worden op Sportpark de Heikant door Achilles 29. En dit keer zijn de gasten uit Groningen op bezoek, Biekwik 1887. Hier zagen we de 11 van Marcel Groninger met de reservebank en natuurlijk in de basiself Willem Lanjouw. Altijd een plaag voor de verdediging van Achilles 29. Jimmy van Putten zal belast zijn met de verdediging van Lanjouw. Maarten Smulders is terug in de basis, ook Jaliens en Landers. Peter Hendricks vinden we terug op de bank en Thijs Hendricks is helemaal niet van de partij. Evenals Roy Grootaert, die eigenlijk een beetje zoek gespeeld werd in Groningen toen Achilles met 2-1 klop kreeg. Hier het publiek had het koud. Het was een mistige zondagmiddag en de eerste hoekschop van Hempenius die bijna gevaar oplevert. Maar Roy Landers kan zijn kruin niet tegen het leer krijgen en zo gaat deze mogelijkheid verloren. De wedstrijd kwam zondagmiddag eigenlijk een beetje moeilijk op gang. Het tempo was niet hoog genoeg. En beide ploegen hielden elkaar in evenwicht. Hier het makkelijke oprapen nog door Bart van de Beek. En Marcel Groningen stuurt zijn mannen nog maar eens naar voren. En dan kan het altijd gevaarlijk worden, alhoewel dit schot wel erg hoog over is. En hoeft van de Beek ook niet voor in actie te komen. En het schot was van Raymond Bolt. Wordt de bal hier verlengd. Verdedigd door Van Putten. Dan is het oppassen geblazen als Wouter Bonke de bal krijgt. Maar uiteindelijk loopt het allemaal met een sisser af als de bal redelijk ver naast gepoeld wordt. Door de nummer 7 Bonke. Nee, dat was Kevin Waalderbos. Richter. Krijgt de bal wel voor, maar wordt verdedigd. Dan is Hempenius hier een stuk feller dan de verdediger van Groningen. Verlengt die bal op Van Putten. Van Putten naar Mormon. Die probeert de bal richting de 16 te pakken. Die wordt heel handig gepasseerd door Ivo Richter. Verhoeven geeft de bal voor. Dan is Richter net niet goed of net iets te dicht onder de bal om hem te kunnen raken. En zo is er een mogelijkheidje voorbij. En dan smachten deze mensen eigenlijk al wel een beetje weer naar een doelpunt van Groesbeekse zijde. Maar dat lukt niet. Wat wel opgehaald wordt is hier een gele kaart door Roy Landers. Dan krijg je natuurlijk een opstootje. En deze man heeft behoorlijk pijn. Maar gelukkig, hij kan de wedstrijd vervolgen. Maar de gele kaart voor Roy Landers is dan wel een feit. Andermaal hoekschop Hempenius. Doelman Vogel er goed bij. Mormon geeft de bal voor. Wordt de bal binnengeknikt en op de lat door deze man Patrick van Leeuwen. Prima voorzet. En dan wordt die bal goed binnengekopt. Maar bovenkant lat brengt de redding voor de Groningers. En geen treffer. Maar het blijft gevaarlijk. Hier een prima schot, maar een fantastische redding van Bart van de Beek. En hij houdt hier de ploeg in de race en op de nul. Inzet was van Lanjouw. En hij telde hem eigenlijk al in gedachten. Bonke. Allemaal een goede mogelijkheid. Maar weer ligt Van de Beek in de baan van het schot. En dit is een afzwaaier die verder geen gevaar oplevert. Het was Ronald Sloos die kans kreeg zojuist. Maar het blijft 0-0 bij rust. In de tweede helft. Gratis en Penius wordt belast met een vrije trap. En dan gaat Roy Landers veel te wild door in de 5 meter op doelman Vogel. Hij blesseert hem daarmee, krijgt zijn tweede gele kaart van de middag door scheidsrechter Knops gepresenteerd. Dat betekent rood en Achilles moet met 10 man verder. Dan heeft Erik Meijers een kleine omzetting gedaan. Van Leeuwen is naar de kant gehaald en Thijs Hendricks in de ploeg gekomen. En hij speelt hier. Hempenius vrij. Dan is Ivo Richter dicht bij een treffer. Maar hij kan doelman Vogel niet verschalken. En deze mensen zien dat de stand nog steeds op 0-0 blijft steken. Hempenius zet zelf de aanval op. Ziet op links dat Jaliens mee is.
Die geeft de bal perfect voor in een halve volley. En dan is het eindelijk in de 60e minuut 1-0 voor Achilles. En dan is het Hempenius die de eerste keer de doelman van de tegenstander moet laten buigen. En die staat helemaal verbouwereerd op het verkeerde been. Geen schijn van kans op deze halve volley. En een voorsprong voor Achilles 29 dat met 10 man op het veld staat. En daar komen dan krachten vrij. Dat is eigenlijk niet verklaarbaar. Maar dan is er nog een half uur te spelen. Een vrije trap door Bosman. Die wordt dan verlengd, maar gelukkig niet genoeg met het hoofd door Lanjou. En de bal verdwijnt naast het doel voor de Groningers dan weliswaar aan de verkeerde kant van de paal. Van der Beek, een doeltrap. Ziet er allemaal ongevaarlijk uit. Dan wordt de bal veel te kort teruggespeeld door Frankema. En dan kan doelman Vogel proberen die bal nog weg te krijgen. Maar dat lukt dan niet omdat Ivo Richter precies in de baan van het schot loopt. En zo de bal terug in het doel karamboleert. En na 2 minuten na de eerste treffer is het hier de tweede treffer. Weliswaar wat gelukkig. Maar niemand in Groesbeek die daarom maalt. En het is 2-0. Ondanks de verwoede poging van de Groninger doelman om die bal alsnog weg te schieten. Maar dat lukt hem niet eerder dan achter de lijn. En zo is het terecht 2-0 voor Achilles 29. Bosman. Wordt de bal binnen doorgespeeld. Prima voorgegeven. En dan is Mormonier die probeert die bal te spelen. Maar hij neemt ook de speler mee. En dan krijgt Achilles 29 een strafschop tegen dankzij ingrijpen van de heer Knops. Lanjou ontfermt zich over die bal en schiet hem onberispelijk binnen in de 67e minuut. En dan heeft Groningen de aansluitingstreffer en dan kan het nog wel eens een hete middag worden. Ondanks dat het dan qua gevoelstemperatuur erg koud is op de heikant. Maar Achilles het vecht zich verbeterend tot het einde van de wedstrijd. Hier nog een hoekschop. Tim Verhoeven. Slalom zich daar door de verdediging heen. Schot. Maar de doelman van de Groningers staat op de juiste plek en kan het onheil pareren. Tim Verhoeven. En beide trainers tellen dan af. Want de laatste minuten zijn zo'n beetje aangebroken. En dan blijkt dat Achilles met 10 man weet te winnen met 2-1 van Groningen. Althans van Bikwik Groningen. En dat is geen onterechte uitslag, maar wel heel knap met 10 man. Dat zie je vaak, hè? Dan komen de krachten los. En dat was ook bij ons het geval. Hoewel ik het bij 11 tegen 11 vond ik het ook een hele behoorlijke wedstrijd. Want je moet niet vergeten, er is 8 weken niet gevoetbald. En ik moet zeggen, ik geef Bikwik ook de complimenten. Want die hebben vandaag ook een puike wedstrijd op het veld gelegd. Maar ik vond ons ook bij tijd en wijle zeker heel dynamisch en goed voor de dag komen. Dus ik kan alleen maar tevreden zijn. 3 hele belangrijke punten hou je vandaag hier in Groesbeek op de heikant. 3 hele belangrijke punten in de race om het kampioenschap. Ja, zeer zeker. Kijk, Linus zal vandaag gewonnen hebben van jou. Treffers heeft gewonnen. Dus in de stand verandert er niet veel. Maar wij nemen natuurlijk wel langzamerhand afstand van plek nummer 5. En dat geeft wel een lekker rustig gevoel. Alleen, ik heb er in de winterstop uitvoerig met deze groep gesproken. En die willen altijd naar die topklasse. Maar ze willen ook heel graag kampioen worden. Maar goed, er zijn er meer die dat willen. Dus het zal best een hele leuke tweede helft van het seizoen gaan worden.